En allemaal welkom terug bij een nieuwe aflevering van de unboxing serie. Mijn naam is Michael en het is al een tijd geleden dat ik wat geunboxed heb. Voor mij was het de laatste Farming Simulator of ongeveer zoiets in die richting. Of misschien mijn camera, nou, ik weet niet. In ieder geval, ik heb weer wat nieuws gekocht. Ja, ik heb zelf wat nieuws gekocht. Ik heb het dit keer niet gekregen. Ik heb het gewoon zelf gekocht. Gewoon helemaal zelf met mijn eigen zakgeld. En ik heb het gekocht bij Coolblue. En ik ga jullie zo meteen laten zien wat het is. Dus laten we hem even openmaken. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het natuurlijk nog niet opengemaakt. Dat is altijd het leuke in zo'n unboxing serie. Ik maak het zelf ook nooit open. Dus voor mij is het ook een eerste verrassing hoe het eruit gaat zien. Natuurlijk weet ik het wel ongeveer, want ik weet natuurlijk wel wat ik bestel. Maar dit is eigenlijk, speciaal voor een ander kanaal. Dat staat in de, aan de zijkant van mijn aanbevolen kanalen. Of tenminste, check deze gasten. Daar staat het in. En dat is het kanaal Opdrachtgekken. En daarmee ga ik vooral proberen mijn filmskills een beetje omhoog te halen. En daarvoor heb ik echt iets goeds nieuw gekocht. Dat is even openmaken. Dit is altijd leuk, hè? Zo. Oh mijn god, dat is zo leuk. Maar laat ik het nog niet allemaal kapot maken. Want straks dan moet ik het nog weer terugsturen of zo, weet je wel. Dan hebben ze iets vergeten of weet je veel. Dat is ook wel leuk. Een doos in een doos. Met nog iets erop. Dus laat ik deze even snel weghalen. Laat ik deze terugzetten. En dan hebben we deze doos weer. Dan kunnen we deze doos weer openmaken. Zit er niks op qua adres? Nope. Dus dat is mooi. Dan hebben we zo'n grote doos voor zo'n klein dingetje. Nee, oké. Zo. Dan moet ik oppassen dat ik natuurlijk niet dat ding kapot maak. Dat zie ik mezelf ook nog wel eens doen. En ik heb het gevoel dat ze hem zelf open hebben gehad. Dat snap ik op zich wel. Je wilt natuurlijk wel je eigen vracht controleren. Dat het wel goed binnen is gekomen. Maar dat maakt niet zoveel uit. Er zit echt een baal tape op, jongens. Ik weet niet waar dit ding vandaan is gekomen. Ergens uit China, denk ik, of zo. Weet ik veel. Even kijken. Zo. Ja, je moet altijd voorzichtig openmaken. Want jij weet me nooit. Straks dan wil ik het helemaal niet. Of straks is het helemaal niet goed. En dan zit je met die joy. En terugsturen kan niet. Want nee, je doos is kapot. Gelukkig net niet de doos beschadigd. Ik vind het ook wel leuk om die doos te bewaren. Als er natuurlijk wat interessants op staat. En er zijn een paar dozen. Oh mijn god, dat is best epic. Maar, dit is de eerste. We daarmee beginnen. Dit is de... dit is dus het schouderstatief wat ik heb gekocht. Je hebt hier het schouderstatief, twee standaarden op je schouder en je camera. Maar er zit nog wat bij, maar daarvoor heb ik nog een paar doosjes. Dus laten we deze eens even openmaken. Het is een echt... Dit is een goede unbox, jongens. Dit is een goede unbox. Dan gaat eerst dit ding eraf. En dan gaat dit ding open. En dan komen we bij een deel met heel veel onderdelen. Leuk. Even eruit halen. Wat een baal onderdelen. Kijk, er zit hier niks in. In deze kleine doosjes. Nope. En er zit een heel stangetje. Het is ook een beetje een bouwvideo. Dat is ook wel leuk. Een keertje. Dit zijn echt heel veel onderdelen. Als het goed is. Ja, redelijk. Oh god, ik heb nooit een statief een keer vast gehad. Schouderstatief. Hoe werkt dit allemaal? Het zal wel. Eerst even een beetje verder in elkaar zetten. Dus. Open. Ja, kan je er gewoon uitschuiven. Dat is natuurlijk handig. Deze pinnetjes. I don't know. Deze weet ik wel. Die is voor op je schouder. Die moet denk ik hierin. Ziet er mooi uit. Dit is goede kwaliteit, lijkt het nog op. Tot nu toe. Dan deed je dus zo. Oké, ik moet niet te veel aan draaien, want dan beschadigt de lak. Natuurlijk. De lak moet natuurlijk niet beschadigen, dat zou zonde zijn. En, even serieus. Hoe de fuck zit dit in elkaar? Ah, ik denk dat het zo. Zoiets. En dan... Goh, ben ik zenuwachtig. Zien jullie dat? Nee, ik ben eigenlijk niet zenuwachtig, maar... Jullie maken me zenuwachtig. Nee joh, grapje. Dat is denk ik het beste... Ja, zo moet ik hem vasthouden. Dus dan moet deze... Zit die onder joh. Ik dacht dat die boven zat, hè? Ja, dat past allemaal maar net. Die voel ik nog niet vast. Dan... Ik
vind het wel grappig, maar het is wel een beetje puzzel. Deze, dat wist ik dan wel, die zit gewoon met schroefdraad. Dus dat is op zich niet zo lastig. Dan ben ik beter deze er weer even uithalen en hem erin schroeven. Jullie zien allemaal gelukkig nog wat ik doe, want ik ben natuurlijk heel druk hiermee bezig. Zo. Oh, goed doen, Michael. Zo. Kijk hoor, past het een beetje op mijn schouder? Zeker weten, is mooi schouderstatief. Dit is namelijk een schouderstatief. Ja, van mij had ik het al verteld, hè? Nee, niet? Oké. Okay. Zo moet je hem vasthouden. En dan komt deze er dus zo in. Kijk hoor, en dan moet die natuurlijk vast. Even kijken, ik krijg dat ook nog vast. Zou ook wel leuk zijn eigenlijk. Nee, dus dat is de andere kant op, Michael. Waarschijnlijk is het Chinees. Jo, dat meen je niet. Zo. Oh ja. En dan zo. En dan zo. Kijk, dat klopt. Nu heb ik een deel schoudertatief. Zoals jullie kunnen zien, dat ligt op mijn schouder. Dat past bijna helemaal. Niet helemaal, maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Dat is ook logisch, ze kunnen moeilijk op iedereen zo op maat maken. En deze stangetjes komen hierin, als ik het goed heb. Het lijkt er namelijk wel op. Even kijken hoor, deze moet iets meer... Wat een puzzel, echt waar. Die strak. Die strak. Andere kant op, Michael. Zo. Dan, daarna, weer deze vast. Zo. Oké. Klopt ook. Dan, eventjes deze weg. Zo. Volgende doosje. Wat zit hierin? Dit is de Follow Focus. Als jullie niet weten wat de Follow Focus is, het is een soort, ja, ik weet het zelf eigenlijk ook haast niet. Maar ik vond het een mooi setje en ik dacht dat moet ik hebben, dus ik dacht, verkoop ik dat toch. Deze moet om je lens. En deze moet ergens op vast. En dat is een hele simpele draaiknop. Is natuurlijk helemaal mooi, maar dat boeit niet. De draaiknop is wel leuk en aardig, maar daar heb ik niet zoveel aan. Voor mij moet die zo. Of zoiets. En dan kan je hem zo erop schuiven. Zien jullie dat nog? Ja, het is nog binnen beeld, dus dat is mooi. Andere kant op, Michael. Zo. Denk ik. Moet hij aan de andere kant. Als je het schouderstatief hebt, moet hij natuurlijk weer aan de andere kant. Dan ben ik zo lekker bezig, Freek. Lalalala. Goh, nou, wat liedje is dat? Waarom kom ik daar ineens mee in mijn hoofd? Goeie vraag. Zoiets. Dan, net tevreden. En dan, zijn we er nog niet. En dan hebben we nog een ding. En nog een ding. Het zit te veel in deze doos. Het is een goed gevulde doos, dat kan ik jullie wel vertellen. Ik kan deze weer even weg. De volle focus, die zet ik zo meteen wel op. Dan zeg ik daar, deze kamer kan ik natuurlijk niet opzetten. Dit is de matte box. De digital matte box. En wat is dit dan, Michael? Oh mijn god, wat is dit? Dit is helemaal een vet ding. Ja, op zich wel. Dit is zo'n grote lompe kappen ding. Zo, die moet erop. Als het goed is. Ik moet natuurlijk ook weer niet slopen. Ik heb mezelf ook langer dan vandaag. Zo. En dan moeten deze twee klapjes motten aan de zijkant. Moet natuurlijk niet. Kan natuurlijk wel. Het is wel plastic. Het valt weer tegen. Aan de ene kant. Boah, maakt op zich ook weer niet zo heel veel uit. Wat zit hier nou op mijn klauwen? Ga eens weg. Ga eens af. Ga eens weg. Zo. Die erop.
die erop. En dan komt deze op de voorkant. Daar kan je nog een beetje inklappen. Heel veel kleine kan je niet inklappen. Maar deze komt weer hierop vast. Als ik het niet verkeerd heb. En die moet lossen juist. Zo. Ik doe hem even tijdelijk in elkaar zetten. Dat is natuurlijk allemaal niet goed. Maar ik doe het gewoon even tijdelijk. Het gaat om het idee. En nou lijkt het al veel meer. Zien jullie dat? Als ik zo met de camera aankom, dan lijkt het al veel meer. Dus alleen al dat ding. Dan heb ik nog een ding. Dat is dit ding. En oh mijn god, wat is dit ding dan? Dit is een hendel. Daarvoor was het gaatje wat nog over was, blijkbaar. Die moet namelijk hier. Kijken. Oké, dus het kan ook nog wel op één manier ook. Wat een puzzelding. Ik moet echt eventjes hiermee verder uitvinden hoor. Want als ik dit zo telkens in elkaar en uit elkaar moet zetten, dan word ik helemaal gek. Zo. Oh joh, god, pleurt het ding waarnaar weer kapot. Maak open. Nee, moet je niet terugschuiven. Open. Zo. Dat hoort hier niet op hoor. Nee, nou toch wel. Maar, what the fuck. Oh, je kan natuurlijk gewoon even die knijpdingen een beetje meer aan de zijkant doen. Waarmee je vast kan houden. Dan heb je ook meer stabiliteit. En het is nog beter ook. Zo. Zoiets. Zo. Dit ding mag wel vast blijven voor mij hoor. Ja, dan moet ik natuurlijk eerst even. Zo, je kijkt naar uit. Tenminste, een beetje ruimte, jongens. Zo. Ik heb het gevoel dat ik hem helemaal verkeerd aan het maken ben. Dat hij helemaal andersom moet ofzo. Dit klopt. En dan hebben we daar nog een handvat voor. Even kijken waar ik het neer heb gepleurd. Het is zo'n bende. Oh, die heb ik natuurlijk gewoon naast leggen. Handvat. Zo. Ja, ga eraf. Hoesje. Ga eraf. Zo. En die komt hierop op. En dan kan je hem ook eventueel zo vasthouden. Dus op zich, nou, het is een redelijk groot statief. Echt wel best wel heel groot. En ik vind het eigenlijk wel mooi. Ik bedoel, het is wat professioneler lijkt het tenminste. Ik weet niet of het zo is, maar daar lijkt het op. En dat is natuurlijk mooi. Maar ja, dat was deze unboxing video. Jullie zullen deze statief wel vaker zien, denk ik, in de video's. In ieder geval, de kwaliteit moet beter zijn. En ja, bedankt voor het kijken. En ja, ik wou het toch even gezicht laten zien. En ik zie jullie de volgende keer terug bij weer een nieuwe video. En ik ga dit ding proberen in elkaar te zetten, want het is echt niks. Dus tot de volgende keer. En later.